Nou, dat ben ik. Dat is op zich niet zo interessant. Maar wat even goed is om te weten, sommige van, mij, van jullie kennen me wel. Mijn naam is Robert de Ruiter. En binnen AFAS ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met opleidingen. En succesmanagement. Wie weet dan niet wat dat is? Als het goed is, heel veel. Weet iedereen wat dat is? Succesmanagement? Dan ga ik het toetsen. Wat doen wij? Mensen van succes. Ja, ja. Ja, beknopt inderdaad, is dat zeker waar. Ik heb mezelf altijd heel erg bezig gehouden en druk gemaakt om bestaande klanten, dus om jullie. En een goed jaar, wat zal zijn inmiddels, goed 4 jaar geleden, ben ik gestart met AFAS opleiding, omdat ik daar een kans zag. Ik was toen projectleider in het consultiebedrijf. En toen merkte ik dat als klanten veel kennis hebben en een beheerder hebben, nou, zoals velen van jullie hier vandaag, dat zij vele malen beter en succesvoller werkten met de software. Vandaar dat we, dat ik vorig jaar het idee had om dus te starten met een dag van de beheerder. En ik voorspel je alvast, er gaan ook dagen komen, de dag van de controller, de dag van de salarisadministrateur, die gaan allemaal nog komen. Omdat ik het heel belangrijk vind om zoveel mogelijk kennis bij onze klanten te krijgen en daarmee je zelfstandigheid te vergroten. Want ik geloof er uiteindelijk in dat als je zelf veel kennis en kunde hebt, dat je het meest tevreden zult worden omdat je dingen zelf kan uitrollen. Dat je consultancy inhuren of wat dan ook, dat is helemaal goed. Maar dan wel vind ik vooral om hele moeilijke dingen te doen. Of om een bepaalde versnelling te pakken als je bijvoorbeeld je eigen organisatie heeft die capaciteit niet heeft. Maar het zou niet zo moeten zijn dat je elke maand iemand hebt zitten om bijvoorbeeld je loonverwerking te doen. Dat zou ik zonde vinden. En succesmanagement is eigenlijk een beetje het vervolg daarop. Dat ik, we ontwikkelen ruim 150.000 uur software per jaar. En ik kan me heel goed voorstellen dat, nou ja, als je wat langer klant bent, hè, dat eerste jaar is al hectisch genoeg. Dan zit je vaak in een implementatie. En het jaar daarna is ook spannend, want dan moet je het eigenlijk allemaal met jezelf gaan doen. Ja, en dan daarna, want die AFAS-terreinen die blijven maar doordenderen. En vanuit dat punt zijn wij gestart met succesmanagement. Of dat heette toen nog de AFAS-adviseur. Dat is ongeveer de eerste 1,5 jaar geweest. En toen hebben we gezegd, nee, het is veel meer dan alleen het advies. We gaan het breder trekken. Onder de term die ook veel groter over het algemeen bedrijven wil kennen, succesmanagement. En wat we inderdaad doen, is proactief en ook reactief, als jullie dat willen, bij klanten langsgaan. En eigenlijk kijken van, hey, welke kansen zitten er nu in de software? En hoe kan je dat ook laten landen in je organisatie? Want het is natuurlijk heel leuk dat het heel veel kan, maar is het ook het juiste tijdstip voor je organisatie, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, daar gaan we nu ook een beetje over hebben. Dus als je denkt van, ik wilde alles leren over workflow, dat is even niet hier. Dus we gaan het vooral hebben over hoe kun je er nou voor zorgen dat je medewerkers daarin meegaan. Is dat ook de verwachting van iedereen? Ja? Medewerkers en leidinggevenden? Als het goed is, zijn dat ook medewerkers. Ja, oké, als je het op die manier wilt. Iedereen in je organisatie. Okay. Iedereen in je organisatie. Nou, even in een notendop. Ik kom dus uit ons consultiebedrijf, dus ik vind de inhoud nog steeds waanzinnig interessant. En op een gegeven moment hebben we het allemaal maar een beetje samengevoegd. Weet je, al die titeltjes, dat boeit ook niet zo heel veel. Het gaat er uiteindelijk om dat je daar heel blij van wordt. Maar de rode draad is al bestaande klanten geweest. Voor mezelf, als je nou denkt van ja, leuk dat je dat allemaal zegt, maar hoeveel ervaring heb je dan? Nou, in totaal heb ik bijna 25.000 mensen mogen trainen. En 711 unieke klanten mogen helpen of op welke vorm ook implementeren, optimaliseren, bedenk het maar. Ja, eerste quizvraag. Hoeveel mensen past er in het AFAS-stadion? Hoeveel zouden we het kunnen vullen? In het gym wel. Nee, want we hadden 11.000 cursisten. Nou, dan wil ik je aangeven van zometeen ook voor beneden. En dan duiken we meteen de inhoud in, hoor. Maar ook voor beneden weet dat we een traineeship hebben. Dat vind ik even het enige, vind ik een belangrijk punt om met jullie te delen. Omdat we hele leuke resultaten terugzien. En ook hele positieve reacties krijgen vanuit onze klanten. Echt veel beter dan we zelf ooit hadden gedacht. Dus mocht je daar meer info over willen weten. Maar dat zou dus zeg maar betekenen dat we bijna 3/4 van het stadion kunnen vullen. Want we passen er 17.000 in. Cor. Dit hebben we met succesmanagement gedaan. Met als boodschap. Heb je nou geen succesmanager van ons nog bij jou over vloer gehad? Maar zeg je nou 2018 wordt mijn jaar. Hè? Ik wil mijn organisatie meer rendement uit de software laten halen. Weet, we komen gratis en niks. Gewoon voor je bij je langs. Wel met als doelstelling om je echt aan de gang te helpen. En je, nou ja, een planning, de hele bende met je mee te geven. En ook daarna altijd betrokken te blijven. Dus dan heb je een one-stop shop, zeg maar, vanuit AFAS. Nou, waar gaan wij het over hebben? Zo even een paar punten op een rij. Als het goed is, heb je dit straks een beetje mee. En je merkt het al, ik hou het tempo er lekker hoog in. Dus heb je een vraag, alsjeblieft ga niet wachten tot het einde of zo. Maar laten we er met elkaar een hele interactieve sessie van maken. Ook als je op een gegeven moment denkt van ja, joh, leuk verhaal, maar laten we alsjeblieft naar iets anders. Voel je helemaal vrij, want dat is jullie taak. Dat is de enige taak die ik vandaag nog voor je heb. Belangrijke dingen die wij terugzagen zien komen, ook uit de eerdere dagen, maar ook
Als wij kijken naar bijvoorbeeld vorig jaar, toen hebben we ook bijna 1100 mensen mogen verwelkomen. Zomaar een aantal kreten die vaak beheerders heel lastig vinden. Bijvoorbeeld de ene laatste, hoe krijg ik meer uren van mijn baas, mijn leidinggevende, mijn organisatie, hoe je het noemen wilt. Dat blijft een heikel punt. Want op het moment dat je dat niet krijgt, ik ga je wel wat handvatten geven hoe je dat kan krijgen. Maar stel nou, het blijft echt een besluit, dat krijg je niet. Dan kan ik je nu alvast vertellen dat het onwijs moeilijk en onwijs ingewikkeld wordt. En dan, nou ja, gebruik ons alsjeblieft om daar wellicht een breekijzer in te zijn. Want tijd heb je simpelweg nodig. Ga ik zo mee helpen wat ongeveer ook een beetje realistisch is. Ja, we gaan het hebben dus over laaghangend fruit. Dus geen ingewikkelde verhalen, geen moeilijke dingen. Dus niet van hoe ga ik er nou voor zorgen met weet ik voor wat voor modellen dat mijn hele organisatie meegaan. We gaan ook geen brown paper sessie en allemaal hippe de pippe dingen doen. Ik wil het heel pragmatisch houden. Dus ik hoop ook dat je, kun je alvast nu over nadenken, een voorbeeld straks hebt. Ik ga gewoon wat mensen voor jullie aanwijzen waar je dan tegenaan loopt. Dat we er echt gewoon een leuke sessie met elkaar van maken. Want je hebt al genoeg moeten luisteren volgens mij, toch? Vandaag. Nee? Ja. Ik moet mij een spel toegevallen zeg. Nee, want iedereen kent dit in zijn organisatie. Als het goed is. Toch? Iedereen kent ze. En ik heb er zomaar wat titels bij gezet. Misschien is het geen directeur, is het de manager of is het een inkoper. Of dat maakt me niet zoveel uit. Maar je hebt altijd mensen in je organisatie die overal hun plasje over willen doen. En vaak met de beste intenties. En soms ook om zichzelf veilig te stellen of heel interessant te doen of weet ik veel wat. En je hebt een hele belangrijke. Dat is de ventieltrekker. Kent iemand Jan van Zetten? Nee? Nou, dat is mooi, want dan kan ik al zijn grapjes misbruiken, want ik heb de kaart van hem gepikt. Ja, zo is dat ook alweer. Nee, ventieltrekker, dat zijn mensen die pertinent overal altijd een beetje negatief over doen. Ja, dus het tegenovergestelde type, maar er worden zelfs namen genoemd. Nee, het tegenovergestelde type is een bruistabletje. Dat ben ik een beetje, zeg maar. Je hebt mij heel weinig energie te geven en poef. Hè, van die mensen waar ze zeggen, je gooit er een euro in en je krijgt er 500 euro voor terug. Maar deze mensen moet je altijd in je projectje hebben. Dus als het goed is als beheerder, werk je met een jaarplanner. Dat is met tip 1, komen ze nog wat sheets, maar die moet je hebben. Dus je moet aan... Waarom kun je godsnaam zo'n aardzaken in je team? Ja, ga ik je uitleggen. Je moet er ook maar één hebben. Ik vind het wel een mooie woordschap. Aardzeikert vind ik in dit geval wel een hele mooie. Nee, je moet altijd mensen in je team, want dit zijn vaak mensen die zeggen, ja joh, maar dit hebben we al 3 keer geprobeerd en dat werkt niet en ik snap niet waarom je dat weer wil doen. Nou, ik vind change management, om het toch maar even dan een beetje chic te noemen, vind ik waanzinnig interessant. Ook heel veel mee al mogen doen, al vanuit mijn opleiding en alles. En blijft het allerleukste om organisaties, en dus personen feitelijk, in beweging te krijgen. En het allermoeilijkste komt dan pas. Ze in beweging houden. Zo'n aardzeikert, was dat hem? Ja, een aardzeikert. Die moet je er juist bij houden. Waarom? Zo iemand ga je belangrijk maken. Wat je met zijn of haar mening doet, boeit feitelijk niet zoveel. Maar je gaat diegene gebruiken om draagvlak te creëren. Want uiteindelijk gaat het nooit in jullie vakgebied om gelijk hebben, maar het gaat altijd om gelijk krijgen. Dus hoe kun je nou aantonen dat, nou ja, wat beter is voor de organisatie, dat men dat ook zo voelt? Want vaak is mijn ervaring, als ik bij klanten kom, dat ze toch zeggen, ja, hij van ICT. Of zij van AFAS. Maar het moet loskomen van een persoon, los van een afdeling. Het belangrijkste is dat men het organisatiebelang gaat zien. Want software moet altijd het organisatiebelang dienen. Nooit van een individu of wat dan ook, van een afdeling. Maar het moet je echt helpen. Anders moet je dingen anders gaan doen. Dus deze mensen heb je nodig. Simpelweg een directeur, beslisser, hoe je het noemen wil. Om uiteindelijk knopen te hakken. Budget, et cetera, et cetera. Een leidinggevende heb je altijd mee te maken. En die is heel belangrijk, omdat die eigenlijk tussen die twee partijen in zit. Een leidinggevende is vaak jouw filter, waar je misschien net iets meer tegen kan zeggen. Of in elk geval meer informatie kan krijgen over je organisatie. Want uiteindelijk moet het zo zijn, de ideale beheerder, om maar even heel duidelijk stelling in te nemen, vind ik iemand die proactief meedenkt met de organisatie vanuit een uitdaging, probleem. Dus we gaan niet praten over, jongens, we moeten in de organisatie sollicitant self-service gaan gebruiken. Want dan denkt iedereen, wat moeten we gaan gebruiken? Ja, SSS. Nou, daar word je uitleg niet beter van. Belangrijk is dus om je te beseffen, hey, we hebben een uitdaging, we groeien hard, of we zijn verjongen of vernieuwen, weet ik veel wat. We hebben veel nieuwe mensen. Hey, beste HR-collega, hoeveel sollicitanten hebben wij nu eigenlijk? Ja, zo en zoveel. Hoeveel tijd kost je dat? Oh, zo en zoveel. En stiekem ben jij eigenlijk een soort business case aan het bouwen. Want het moet rendement opleveren. Je moet niet gaan implementeren of workflows bouwen om met workflows bouwen.
Hè, dat is een beetje een klassieke voorbeeld van een klein bedrijf. Want laatst iemand zitten, die zei dat ook heel terecht. Van ja, maar ik zit gewoon tegenover iemand. Dus we gaan even niet de workflow naar elkaar toesturen. Dat is een beetje onzin. Nou, daar ben ik de grootste voorstander van. Hou het pragmatisch. Deze persoon, dan ga je continu vragen. Hey, we zijn nu deze weg opgegaan. Kan jij je daarin vinden? Dus we zijn nu begonnen met bijvoorbeeld het automatisch afwijzen van sollicitanten. Dus vraag je ze, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel onpersoonlijk. Je kunt toch gewoon even bellen? Ja, oké, dat kan. Maar hoeveel tijd denk je dat dat kost? En wie zou dat dan moeten gaan doen? Vervolgens gaat zo iemand, die gaat een beetje meeveren. Mocht iemand helemaal negatief erin blijven zitten en nooit iets willen, dan moet je diegene alleen een beetje aandacht geven. Een beetje liefde. Hè? Dus niet boos worden, maar alleen verwonderen. Oh, wat gek dat je dat zegt. Of, oh, dat wist ik nog niet. En volgens doe je er geen reet mee. Als iemand echt heel negatief blijft. Nou, serieus, dat is echt letterlijk elke theorie, alles kun je overlezen. Uiteindelijk moet iemand zich alleen betrokken voelen. Dus iemand wil graag invloed hebben. Dat is waar het over gaat. Maar die drie rollen moet je in elk projectje moet je hebben. Dus mis je er één, dan moet je nog even op jacht. Die hebben we ook. Die ken je allemaal, je organisatie. Deskkundige mensen. Dus mensen die van achter een bureau fantastisch veel dingen weten. Maar bij wijze van spreken nog nooit op een locatie zijn geweest om te zien hoe dingen echt gaan. Of daar alleen voor de vorm zijn geweest of een lintje kunnen knippen of weet ik veel wat. Nou, waarom dan Maurice de Hond? Ik vind Maurice de Hond het voorbeeld van iemand waar je echt van denkt, nou, zo, nou. Oh, trouwens, is er niemand familie of zo van Maurice de Hond? Dat is bijna te laat. Nee, niemand. Want wat ik dus heel grappig vind, dat is mijn oprecht autistische trekje. Ik ga dan zoeken. Dus vorig jaar maart hadden we verkiezingen. En wat gebeurde er vervolgens? Hij zat elke dag bij De Wereld Draait Door, NOS. Overal zat hij en dan ging hij vertellen hoe wij met z'n allen dachten over ons land. Nou, dan dan verbaas ik me. Vroeger zou ik me irriteren, nu verbaas ik me. Dan ga ik een beetje googlen. En dan ga ik op zijn website kijken en een pdfje openen, een beetje zoeken, een beetje grutten. Wat blijkt nou? Onder hoeveel mensen denk je dat hij dat dagelijks vroeg? Wat Nederland stemt? 18. 18. Ja, dus als je naar Limburg gaat, je vraagt daar aan 18 willekeurige mensen wat ze stemmen, vind ik dat niet helemaal een afspiegeling van het hele land, zeg maar. Dus dan, dat soort mensen herken je ook in je organisatie. Mensen toch over het algemeen die er vaak wat langer zitten. Of, vind ik zelf een hele gevaarlijke, mensen die op tijdelijke basis werken. Dus mensen die bijvoorbeeld voor een bepaald project zijn ingevlogen of wat dan ook, die dan, ja, die krijgen een soort geldingsdrang. Je moet toch een beetje die factuur kunnen verantwoorden. En nogmaals, doen hele fantastische dingen, maar je hebt er soms iemand tussen zitten die vooral heel goed is in vergaderen en powerpoints maken. Ja? Dus belangrijk om die, zeg maar, dat je weet wie dat zijn. Dus je hoeft niet eens wat ermee te doen, maar wees positief kritisch naar die mensen. Dus durf ook te benoemen van, oké, maar hoe ga jij bij dit project helpen? Ja? Gewoon commitment, want dat heb je eigenlijk het meeste nodig. Mensen die echt willen meewerken in je projectje. Wie doet dit? Dat is tip 1. Start je dag met AFAS. Bij wie is het allemaal de startpagina? Ja. Mensen die dat niet doen, waarom niet? Ben ik gewoon nieuwsgierig. Eigen intranet. Eigen intranet. Ja. En heb je het daar netjes ingebakken? In een iframe of iets? Of linkjes? Ja, gewoon een tegeltje. Klik je erop, dan ga je er gelijk naartoe. In een nieuwe browserblad. Ja. Oké. Nou, op zich goed. Hè? Ik snap dat niet elke organisatie helemaal volledig uit de voeten kan. Misschien met onze oplossing, omdat je internationaal actief bent of onderdeel van iets groots of weet ik veel wat. Dat is helemaal goed. Wat ik er vooral mee bedoel zijn dingen, wat ik heel veel tegenkom bij organisaties die daar wat last mee hebben. Is dat dan de beheerder signalen inricht die een mailtje sturen naar mensen. Er staat een taak voor je klaar. Een mailtje? Ja, dus dan krijg je een mailtje dat er een taak voor jezelf klaar staat. Er zijn heel veel organisaties die dat doen. Dat vind ik. In de overgangsfase, stel je komt nog een beetje uit Excel-tijdperk en we deden alles in Outlook. Hè, dan snap ik dat nog, want mensen zijn heel erg e-mail georiënteerd. Hè, en het doel heiligt in dat opzicht dan de middelen, want je wil gewoon wel dat ze zich, hè, dat ze ermee aan de bak gaan. Maar daarmee kill je je hele draagvlak. Want alles wat jij nieuw wil uitrollen als beheerder, of eigenlijk, ik zeg het altijd als beheerder, maar als het goed is wil jij niks uitrollen, maar signaleer je en kies de organisatie wat je gaat doen. Maar je moet dus altijd voor gaan zorgen dat je dat soort processen langzaamaan wel een beetje de nek om gaat draaien. Want niks maakt mensen luier dan ze servicen. En als dat er eenmaal in zit, is dat oprecht best wel lastig om dat eruit te krijgen. En ik hoop in elk geval dat je wat tips zo meteen, gaan we gewoon meer tips door. Dat je er ook wel iets mee kan. Want er is geen gouden regel, er is geen succesfactor. Het is niet van, oh, maar als ik dat doe, dan is het morgen allemaal opgelost. Mensen haten feitelijk verandering vaak. Dat vinden ze heel moeilijk. En eng.
Dit heb je zelf in de hand. Wat zou ik daarmee bedoelen? Wie durft? Kan ik even niezen? Heel goed. En hoe doe je dat? Ja. En hoe weet de organisatie dat? Ja, dat kan iemand maken. Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief of wat dan ook. Ja, dat is een goede start. Dit is het, vind ik, de grootste uitdaging van alle klanten waar wij komen. En de afgelopen jaren waar ik altijd ben geweest, is dit. De beheerder wordt vaak belegd bij ICT of systeembeheer. Of iemand die op 14e verdieping achter de printer zit weggestopt. En dat ook stiekem wel lekker vindt, wel veilig vindt. Die een dramatisch volle e-mailbox heeft met alle wensen en de kameloons er ook niet zien en de kolom is weg en dat soort dingen. Ja, dat zeg ik in mij denk ik. Hè? Het belangrijkste is dat je, en daarom noemen wij het ook echt succesbeheerder, of bij ons intern procesbeheerder, dat je op die manier gaat positioneren. Er zijn zoveel organisaties waar dan iemand het er maar even bij moet doen. En dat snap ik, hè? Daar begint het ook vaak. Dus is het aan jou. Dan kun je twee dingen doen. Laat ik daar eerst mee starten. Je kan twee dingen doen. Je kan het accepteren. Maar dan mag je ook nooit klagen, vind ik. Dat is hetzelfde als mensen die niet gaan stemmen en dan gaan zeggen van ja, ik ben het er niet mee eens. Nee, dan moet je invloed uitoefenen. Tweede, wat je denk ik beter kan doen, is mee gaan denken in eerste instantie in jouw leidinggevende belang. Dat is vaak degene waar je direct invloed op kan hebben. Een volgstap is natuurlijk organisatiebelang. Dat is het allermooiste. Maar stel je weet nou op de afdeling HR of weet ik voor waar, spelen bepaalde uitdagingen. Dat je één, eerst eens gewoon als een spons alle uitdagingen naar jezelf toe haalt. Dat kan van bij de koffieautomaat zijn, dat kan bij de lunch, dat kan op een inloopsessie zijn, echt een middag of zo die je ervoor organiseert, of een uurtje, of 's avonds, of wat bij jullie organisatie past om het te faciliteren. Een online enquête die je naar mensen mailt. Allemaal methodes. Maar het gaat er eerst om weten wat er speelt. Want anders trap je in de klassieke valkuil dat het weer iets van jou wordt, dat jij iets wil. En dat de organisatie gaat zeggen, ja, die workflows vind ik wel ingewikkeld hoor. En ik zou niet weten wat ik eraan heb. Want daar moet je altijd over nadenken. Iedereen gaat altijd denken, what's in it for me? Altijd, wat heb je aan? Dus op het moment dat jij jezelf zo hoog mogelijk in de boom kan positioneren, en dan bedoel ik niet mee dat je ineens het organigram moet gaan aanpassen en dat je op laag 2 zit. Dat moet je niet doen. Maar het gaat mij erom dat je er wel mee bezig bent. Waar beleggen wij zaken? Op het moment bijvoorbeeld dat autorisatiebeheer nu bij jullie systeembeheer ligt, zou ik dat heel vreemd vinden. Autorisatiebeheer vanuit een Active Directory, dat snap ik allemaal. Dat mag allemaal prima daar, want dat is techniek. Maar de inrichting van bijvoorbeeld Insight en dat soort zaken, dat dan ineens de systeembeheerder ook daar iets mee moet, met een selectie op een pagina of wat dan ook, alsjeblieft niet doen. Wordt echt een bende. Dus probeer jezelf op een positieve manier, geen idee, bij een managementontbijt of in de nieuwsbrief of de week van. Weet je, bedenk ook leuke nieuwe initiatieven die goed bij je eigen organisatie passen. Iedereen heeft tegenwoordig wel een soort van smartphone. Dus je kan heel snel bij wijze van spreken een soort videootje van jezelf maken. Dat zal niet binnen elke organisatie passen. Maar het is wel leuk om te laten zien dat er reuring is, dat er beweging is. En voor de ene is dat misschien een textueel stukje in een krantje of weet ik veel wat. Maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je het doet, als je maar uit je schulp treedt. Als je maar laat zien, en dus altijd ook een business case hebt, gaan we zo naar kijken, met wat het rendement is van jouw werk. Want als je alleen maar reactief blijft werken vanuit de mailbox, waar al die shit binnenkomt, dan kom je nooit een stap verder. En dan komt er namelijk een keer een heel vervelend punt. Wij hebben nu iemand gehad in ons traineeship, dat op een gegeven moment, wij vonden haar een van de beste uit de groep. En ik denk persoonlijk dat wij er best wel een beetje kijk op hebben. En haar leidinggevende, die zat met de vraag, ja, dat wij geen idee wat je eigenlijk allemaal hebt gedaan en ja, wat nou de meerwaarde is geweest van jouw rol. Want die hadden ze eerst niet. Nou, dat is natuurlijk super sneu voor zo iemand. Want die werkt zich helemaal in de slag in de ronde, bereikt hele mooie dingen en krijgt nul erkenning en eigenlijk eerder problemen ervan. Dat had alleen maar te maken met dat ze niet laat zien wat ze doet. Dus transparantie is alvast een belangrijk woord om te onthouden voor jezelf. Hele belangrijke. Hou je rug recht. Dus als je zegt, ik maak een plekje op Insight. Daar kun jij je vraag stellen. Met een kenmerk. HR, salarisadministratie, beheer. Nou, bedenk ze facilitair of hoeveel je erin wil gaan. Hou je daar dan ook aan. Wij moeten ook mensen opvoeden. Ik heb ook collega's die mij een mailtje sturen. Hey Rob, ik heb nog even een klant. Die zit nu op die dag in de cursus, maar die moet even daar naartoe. Dan zeg ik, ja, prachtig. Dat is een aanvraag. Planning. Opvoeden.
Dat moet je doen. Doe je dat niet, kill je eigenlijk weer je eigen oplossing. Dus maak nu een centrale plek op Insight waar al je vragen binnenkomen. Dan kun je eventueel vragen delegeren naar andere mensen in de organisatie. Stel dat is een inhoudelijke salarisstrookvraag, ja, dan zul je hem toch bij iemand anders even moeten beleggen. Het mooie is, je maakt meteen zichtbaar welke vragen er gesteld worden. Dus je kan proactiviteit opzoeken met top 10 vragen in de nieuwsbrief. Wat zijn nou de meest gestelde vragen? Je kan heel duidelijk naar jouw leidinggevende of de organisatie een verwachting managen. Je kan zeggen, joh, op maandag en dinsdag ben ik bezig met allemaal ad hoc vragen en de lijst. Maar donderdag is mijn ontwikkeldag, bijvoorbeeld. Dan ben ik echt bezig met nieuwe dingen die we met elkaar hebben afgesproken. Dat moet je 15 keer uitleggen in het begin. Maar zet nou ook bij het insturen van die aanvraag, wat gebeurt er met je aanvraag? Dus ga toelichting geven bij workflows bijvoorbeeld. Gebeurt nog te weinig, vind ik. En laat ook zien hoe de workflow loopt. Knip en plak, gewoon uit je workflow editor, gewoon het stroomschemaatje. Plak die als pagina of als plaatje erin. En mensen krijgen al een betere verwachting, wat gaat er nu gebeuren? Op die manier creëer je rust voor jezelf, kun je met kenmerken werken en proactief werken. Simpele tip, maar toch vaak moeilijk blijkbaar om uit te voeren. Het allerbelangrijkste is bij dit soort dingen wel dat je erkenning krijgt van je raad van bestuur of directie. Ja. Kijk, gewoon wie zelf, dat is vooral voorbeeldgedrag. Maar zolang zij zich het toe-eigenen dat ze een uitzondering moet zijn, krijg je gewoon wantrouwen in de organisatie. Ja. Ja. Ja, maar kijk, dat is dus, daarmee staat dus, of staat of valt alles. Ik denk niet dat je wel de wens, maar misschien de illusie moet hebben dat je als beheerder een raad van bestuur gaat veranderen. En het voelt voor mij ook altijd als een beetje 80-20 regel. Op het moment denk ik dat jij je leidinggevende meekrijgt, die andere leidinggevende meekrijgt en daarmee de massa van je bedrijf. Dat is de eeuwige discussie altijd over verlof. Hè? Dat een directeur zegt, ik ga geen verlof aanvragen, dat ga ik maar niet doen, doe mijn secretaresse wel. He, dat wachtwoorden gewoon worden gegeven en dat soort dingen. Nou, 1, nu met de AVG heb je gewoon een serieus probleem. Dus mag niet meer. Maar dan nog weet ik dat gaat gebeuren. Maar het gaat er dus om dat je wel jezelf gaat positioneren. Ik weet dat heel veel van jullie, of jullie als beheerder bedoel ik even dan, geen duidelijke functieomschrijving hebben. Nou, ga dat eens even voor jezelf maken dan. Dat is eigenlijk de ideale situatie. Schrijf hem naar je hand, toets hem bij je leidinggevende, ben je het er mee eens, ja of nee. Maar durf jezelf dus ook een doelstelling te geven. Durf ook gewoon te zeggen, ik ga... Geen idee, stel je 3 dagen in de week. Ik ga 1 dag in de week, over een jaar lang, is 52 of is 40 dagen even makkelijk in het jaar. Ga ik besteden aan ontwikkeling. Dat zijn deze 3 projecten, verwacht ik zoveel uur voor nodig te hebben. Plus 6 dagen consultancy om hele moeilijke dingen te doen over een heel jaar. Moet je ook zo gaan werken. Maar die erkenning moet je wel naar jezelf toe trekken. En op het moment dat de raad van bestuur zegt, ja joh, zo'n beheerder, boeit me niet. Ja, dan moet je denk ik jezelf er niet over gaan zitten frustreren, maar dan moet je wel bespreken met een leidinggevende. Hoe kunnen we daar meer reuring aan geven, meer belang laten zien? Misschien moet je wel toe naar echt een business case waarbij je de kostenbesparing berekent. Daar kunnen wij je ook mee helpen. Hè? Want ik heb gewoon een heb ik letterlijk op mijn computer staan, dat ik kan zeggen, nou, als je dit proces gaat gebruiken, je vult de aantallen in dan, en bijvoorbeeld de tijd per handeling. Nou, dan kunnen wij berekenen hoeveel je besparing kan zijn. Hè? Maar dat heeft alweer gevolgen, want dat betekent bijvoorbeeld dat je met de app moet gaan werken. Noem maar. Maar laat ons je daarbij helpen. Waar het mij vooral om gaat, draagvlak. Want niemand wil iets door zijn strot gedrukt krijgen. Want als je dat, ja, dan gaan ze het niet gebruiken. Hoe gaat dit nu bij jullie? Ja, daar gaan ze een beetje vanaf. Soms zit ik ook wel een beetje op de lijn van Mohamed. Die gewoon zegt, bam, publiceer. Ja. Ja. Oké, dan krijg je wat ik wil vragen. Maar je hebt ook een dagje weer de lopen in de organisatie. Ja, als het goed is wel. Dagen later. De keerzijde is, als jij toestaat dat ondertussen ook nog per mail bepaalde dingen worden gedaan, of op welke oude manier dan ook, op een gegeven moment moet je gewoon eigen ja-thema erbij te pakken. Nee, eens hoor. Ja. Ja, eens. Alleen, het is soms best lastig natuurlijk. Hè? Zeker als je op een gegeven moment een andermans wijk begint te klussen. Hè, dan is het natuurlijk, als jij tegen leidinggevende gaat zeggen, we gaan nu met ESS of MSS of wat dan ook werken, ja, dan moet je daar wel een verhaal bij hebben. En het moet alleen niet zo zijn dat jij degene bent die altijd is eentje daar op de bühne staat. Want dan kan ik je verzekeren, dan moet je, nou, je moet een goed IQ hebben, een nog beter EQ, maar helemaal een hele grote accu. Want dan moet je jaar na jaar na jaar na jaar moet je blijven beuken, sleuren, trekken aan de organisatie. Dus je moet in elk geval altijd steun krijgen vanuit een van die 3 rollen.
Kijk, op het moment dat je echt een grote wijziging gaat doorvoeren, waar alle leidinggevenden mee te maken krijgen, dan hoop ik toch dat er een soort projectgroepje is waar ook een beslisser of wie dan ook in zit. Als je zelf de directeur bent? Nou, dat nog net niet, maar... Nou, als je zelf de beslisser bent, is het heel makkelijk, want dan zeg je gewoon, we gaan doen, punt. Ja, maar nog steeds heb je wel te maken met de mensen mee moet krijgen. Nee, eens, hè? Maar mensen ga je alleen maar meekrijgen als zij overtuigd zijn dat het een goed idee is. Dus als zij een voordeel gaan ervaren, een voordeel. Kijk, over het algemeen ga je natuurlijk, op het moment dat je bijvoorbeeld met ESS en MSS gaat werken, is een mooi voorbeeld. In de basis krijgt een leidinggevende even meer werk, vaak. Want voorheen trapte die het allemaal over de schutting. Of dan mieten die het ergens in een postvak, of weet ik veel wat, of die mailde alles door. En het werd geregeld. Dat er vervolgens alleen voor die ene persoon al 1,5 FTE zat om de administratie te voeren, dat was je even vergeten. Dus wat interessant is om het, en dan moet je ook slim spelen, hè, dus om wat voor type organisatie werk je. Ik heb bijvoorbeeld een klant in de zorg en die meet uit hoeveel extra handen zij aan het bed krijgen. Nou, dat is natuurlijk niet zwart-wit, hè, maar je kan niet zeggen iemand die op kantoor zit, die gaat nu ineens handen aan het bed leveren. Maar ik bedoel, het is wel een metafoor waardoor mensen zich herkennen in een uitdaging. Even heel simpel, zeker in ziekenhuisland. Zijn er mensen die voor een ziekenhuis werken? Nou, dan zie je nu elk jaar een stijging van de administratieve kosten. 12% ongeveer van zeg maar, de loonkost gaat alleen om de administratieve processen. Nou, dat is heilige zonde. Op het moment dat je dat natuurlijk kan reduceren en dat dus inzichtelijk kan maken, dan is vaak je business case beter ondersteund. Maar het gaat erom, weet de organisatie ook wat jij doet? Hebben zij inzage in jouw projecten? Weten zij wanneer je eraan gestart bent? Hoeveel uur er begroot staat? Wanneer ze jou wel dingen kunnen vragen en niet kunnen vragen? Waarom we eigenlijk dingen doen? Dat is hetzelfde als je informatie gaat halen uit je organisatie. Maar je eigenlijk gewoon een peuter zijn van 2 of 3 of zo. Dat je de hele dag vraagt, maar waarom dan? Ja, zo werken we. Ja, maar waarom? Ik wil je oprecht leren begrijpen. Waarom doen we dit zo? Ja, doen we jaren zo en dit. Oké, gaat het goed? Ben je er blij mee? Nou ja, werkt op zich wel oké. Oké, op zich. Dus niet helemaal. Wat zou je in de droomwereld ideaal gezien willen verbeteren? Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Kennis is voor jullie de basis. Maar kennis is niet hetgeen wat je uniek gaat maken. Maar als het goed is, gaan de problemen ik hoop niet dat ze gaan ontstaan, dat wilde ik bijna zeggen. Heb je uitdagingen of problemen in je organisatie? En kan je die eventueel met software oplossen? Zo moet je uitgangspunt zijn. Dus je moet ook nooit gaan praten over workflows en over vinkjes en over dingen. Dat moet je niet doen. Want mensen verlies je dan vaak. Kun je daarin vinden of zet ik mensen niet echt... Nee, je moet gewoon resultaten. Ja, het ligt een beetje aan het type organisatie natuurlijk waar je werkt. Hè, want sommigen zijn heel erg financieel gedreven, anderen zijn heel erg FTE gedreven, anderen zijn vooral gemak gedreven. Dus dat is gewoon lekkerder en efficiënter werken als organisatie. Maar dat moet je dus wel bepalen. Met een chic woord, stakeholder management. Ja, dus hoe ga je ervoor zorgen dat mensen weten waar je heen wil. Die laatste vind ik de allerbelangrijkste. Elke verandering is eng. Dus je moet ruimte hebben voor emotie. Dus heeft het zin om een feedback sessie te doen als je al 3 weken onderweg bent in je project? Ik zou het niet doen. Aan de voorkant moet je investeren. Geef een inloopsessie. Laat mensen zeggen wat ze ergens van vinden. Het enige wat je maar hoeft te zeggen met een glimlach op je gezicht. We zetten het op de lijst, we nemen het mee, goed punt. Ongeacht wat je ermee kan doen. Het liefst zou je alle wensen willen realiseren, maar dat kan nu helemaal niet. Maar zorg er wel voor dat je dus niet straks een backlog, zoals dat vaak wordt genoemd, hebt met 1022 punten. Want daarmee creëer je een verwachting. En dan denken mensen, ja nou ik stuur het ook niet meer in op een gegeven moment, want er gebeurt toch geen fluit mee. Het is veel interessanter om quick wins de hele tijd te halen. Kleine veranderingen waardoor mensen continu denken. Dus als jij 3 grote projecten hebt in een jaar, een groot project vind ik bijvoorbeeld sollicitant self-service. Dat vind ik een groot project. Nou, het bouwen wellicht wel, maar als het goed is gaat de organisatie bedenken hoe het moet werken. En ben jij de specialist in dit geval, die alleen wil weten, wat heb jij eigenlijk van mij nodig? Dus even praktisch gaan we gewoon die case uitwerken. Is dat voor iedereen interessant? Of voor iedereen, maar voor de meeste? Ja? Oké. Sollicitant zelfs even. Dus er is een uitdaging in de organisatie met het verwerken van sollicitanten. Laten we hem even heel globaal noemen. Dus of je hebt moeite om vacatures in te vullen, of je hebt zoveel aanmeldingen, zoveel afwijzingen. Je hebt in elk geval een uitdaging. Belangrijkste is dan om mensen om je heen te verzamelen. Wie heb jij dan nodig? Specifiek voor dat? Ja. Ja, leidinggevende denk ik. Ik zie er ook wel mee, gewoon mensen die ermee te maken hebben.
Ja, oké. Okay. En stel dat zijn er 17. Weten jullie dat eigenlijk? We hebben nu zelf kostendeclaraties bijvoorbeeld, zijn we nu mee bezig. Doen we die, kostendeclaraties. Wie heb je nodig? Ja, nou, wij hebben verschillende vestigingen. Van die vestigingen hebben we dan een leidinggevende die er meeste mee van doen heeft gevraagd. Ja? Om mee te denken. En wij doen het dan zelf vanuit HR. Oké. Okay. Hoeveel vestigingen hebben jullie? Drie. Oké, okay, dus je hebt drie mensen plus jijzelf in je projectgroep. Ja. En is er nog een overkoepelende sheriff? Oké. Okay. Wij bouwen het ook in, dus... Ja. Wat was jouw vraag aan die mensen die meedoen? Wat heb je hun gevraagd of wat heb je hun laten doen? Ook wel gevraagd wat zij zochten en wat zij... het moet wel tijdbesparend zijn, zeg maar. Ja. Dat was een beetje het uiteindelijke doel, dus of mensen daar ook echt interesse in hadden. Maar niet inhoudelijk heel erg van bepaal maar mee hoe het eruit moet komen. Nee. Maar je hebt eigenlijk gevraagd wat zijn nu de pijnpunten, dus wat vind je irritant? En jongens, we laten even helemaal los wat voor softwarematige oplossingen we hebben. Dromen, hoe zou je het willen? Heb je dat gevraagd? Zou ik altijd vragen. Ja. Maar anders en misschien klinkt het een beetje gemeen, maar dan word jij AFAS. Ja. Zeg maar. Ja, dat is nu bij ons wel zo hoor. Ja. Wij zijn gewoon AFAS. Ja, daar zijn wij heel blij mee, maar dat moet niet zo zijn, zeg maar. Nee, dat klopt. Nee, want uiteindelijk vind ik het allerbelangrijkste dat zij zich één gehoord voelen. Maar ook dat zij dus eigenaar zijn van de oplossing. Ja. Want anders krijg je straks dat jij fantastisch hebt gedaan. Dan denk jij helemaal joepie de poepie, het staat klaar. En dan krijgen zij met 2-3 keer kritiek vanuit hun eigen mensen. Ja. En dan zeggen zij, hé, kun jij dat nog even... En dan is jouw probleem geworden. Terwijl anders kun je zeggen, hé, maar jongens, we hebben dit met elkaar afgesproken. Ja. Dus als ik je kan helpen met opleiden of met een filmpje of laat me weten waarmee. Maar dit zijn wel de afspraken. Deze hebben we wel met elkaar, de scope zeg maar, van je project... Die hebben we wel met elkaar gemaakt. Ja. En ben je ook lekker aan het scrummen en zo? Nee. Nee? Nou, dat zou echt mijn tip zijn. Wij doen het binnen AFAS vind ik te weinig. Ik hoop dat we dat anders gaan doen. Maar ik geloof daar heel erg in. En of dat nou scrum is, of boeit me niet zoveel. Maar mij gaat het erom dat je elke 2 weken, of elke 3 weken, wat voor jullie een fijn interval is, altijd een resultaat hebt. Altijd. Van mijn part bouw je in een demo-omgeving gewoon het proces van de declaratie. Knip een plakje eruit, plak je op een PowerPoint sheet en je zegt, mensen, mag ik 20 minuten van je tijd? 5 minuten presenteren, kwartiertje feedback. Dan zeg je, iedereen mag 3 punten feedback geven, hier heb je, weet ik veel, een stift, schrijf het op dat ding. Maar maak dingen fysiek, mensen moeten zich fysiek betrokken voelen. Als jij zegt, ja, maar we hebben 3 vestigingen, ik ga niet alle 3 vestigingen langs rijden. Nou, zet je webcam aan, doe een conference calletje, wat dan ook. We hebben wel een testperiode gedaan hoor, met een groot deel van de organisatie, dus in dat opzicht. Ja. Heel goed, heel goed. Ja. Ik geloof zelf heel erg namelijk in als je dat emotionele, het is een heel oud gezegde, maar van mensen onthouden minder goed wat je gezegd hebt, maar meer het gevoel dat je ze hebt gegeven, dan moet je altijd je achterhoofd houden. Want zij kunnen toch vaak de technische oplossing of wat dan ook niet op waarde schatten, of hoeveel werk iets is. Maar het is wel heel interessant om te zeggen van, hé, we zijn bijvoorbeeld van, geen idee, 5 dagen behandeltijd per declaratie, hè, van wij spreken bonnetje tot en met uitbetaling, zijn wij nu naar 3 dagen gegaan. Dat soort ROI'tjes, zeg maar, die moet je hard gaan maken. En ook lekker wat mensen heerlijk vinden. Zo zijn we echt, dat noemen ze je reptielenbrein. Dus als alles misgaat waar je op terug wil grijpen, vinden mensen bijvoorbeeld getallen. Dus zeg gewoon, we hebben 1731 declaraties. Ja, dat had je misschien altijd al wel. Maar mensen denken dan, wow, dat is echt veel. Dus het wordt superveel gebruikt. Dan zal het wel een goede oplossing zijn. Echt waar, hè? Dat heb ik niet zo bedacht. Dus probeer met dat soort dingen slim om te gaan. Dat is eigenlijk dus als je dat geïmplementeerd hebt, dat je dan ook op die nazorgt. Dat je zegt van, hé, hey, het is echt altijd. Ook al merken mensen het zelf niet. Ja, en wat ik zelf zou doen, is met jouw projectgroepje altijd 1 weekje testen. En wat is nou leuker, en ik snap, wij zijn daar misschien de overtreffende trap in, je hoeft echt niet zo te doen of zo. Maar wat ik bijvoorbeeld een hele leuke vind, kun je op YouTube filmen, of vinden, dan benoem ik het gewoon, Hilverzorg. Vind ik heel cool, die hebben allemaal instructievideo's gemaakt. Zelfs voor verlofboeken. Terwijl, we hebben dat niet eens in de help gezet, omdat het zo simpel is hoe je verlof moet boeken. Nou, dat is een uitdaging. Mijn telefoontjes dan per week hebben die, krijgen over een verlofboeking maken. Ja, maar dat heeft waarschijnlijk toch te maken met het opvoeden en het informeren van mensen.
En als, vooral tijdigheid is daarin heel belangrijk. Dus wat wij zelf heel belangrijk vinden, is begin daar dus ook op tijd mee. En, het klinkt heel vervelend, maar af en toe ben je gewoon juf Ank. Ja, ik dacht al, iedereen kent dat. Het is mij verteld door een collega, dus ik wist het niet. Maar je schijnt, ja, juf Ank, ja, de luizenmoeder hoor ik. Nee, maar je moet af en toe gewoon mensen achter hun broek aan zitten. Dat moet gewoon. Maar wat is nou heel belangrijk? Op het moment dat je met elkaar hebt afgestemd dat declaratieproces, wat willen we daarmee bereiken? Heel helder, wat willen we bereiken? Dit willen we bereiken, meer gemak voor de eindgebruiker, een snellere uitbetaling, betere controle en volledig conform accountancyverklaring, hutsen, flutsen, pluts, bedenk het. Nou, als je dat hebt geformuleerd, dan kun je het ook afbellen. Dan kun je ook zeggen, oké, we hebben nu een proces gemaakt, maar er moeten 4 mensen in die declaratie nog ergens wat van vinden. Is dat gebruiksvriendelijk en zorgt dat voor een snelle uitbetaling? Nee. Streep erdoor, het moet dus korter. Maar zo moet je er wel mee gaan werken. En je moet, ik ben zelf ontzettend grote voorstander, ook toen ik zelf consultiewerk deed, heel pragmatisch. Nog steeds, als ik de kans krijg bij klanten om bij wijze van spreken dingen met look and feel, of een rapport, of een cockpit, wat ze anders willen, ik zeg altijd, teken er maar. Maak maar een mock-up. Maak maar een Excel, boeit me niet wat er staat, welke waardes, hoe ziet het eruit? Mensen houden van spiegeltjes en kraaltjes. Hou je van. Dus op het moment dat je op Insight met declaraties gaat werken, maak gewoon per declaratiesoort een plaatje, een tegel, bedenk iets, zet er uitleg bij. Wanneer gebruik je het? Shit, weet je het nu echt niet? Dan heb je hier een leuke foto van jezelf erbij. Laat mij het weten. Klik hier op die vraag. Poef, komen ze in een nieuwe workflow, moeten ze het wel typen. Ja? Zo moet je wel een beetje mee om proberen te gaan. Maar laat ruimte voor emotie. Inspraaksessies, inloopsessies. Even toch een uurtje naast iemand gaan zitten bij grotere processen. En het liefst bij de grootste... Die. Dan heb ik één vraag. Nou, hebben we dat digitaal tekenen? Dan is de directie heel graag, HR heel graag, moet dan wel een organisatie zijn. Als je nu iedere keer voor die ouderwetse tekenboek terug naar Utrecht moet rijden. De werkvloer zit er totaal niet op te wachten. Want? Je hebt zelf nog loonstuk en de jaaropgave op papier. Heeft alles te maken met leeftijd en conservatief. Doe je dat ook? Geef je zo nog op papier? Ik heb mensen die gewoon geen e-mailadres geven, punt. Nou, dan krijg je ook geloof. Met Insight te werken. En die mensen laat je nu op kantoor hun loonstrook ophalen? Dat nog net niet. We moeten hem opsturen vanuit de directie dan toch maar. Maar even voor de beeldvorming. Hoeveel mensen zijn dat? Hè? Praten we hier over 20%? Of over het levert is 55, 90 man medewerkers. Ja. Dus we hebben echt een hele... Een derde van het bedrijf gaat in de komende 2 tot 3 jaar pensioneren. Ja. Ja, maar dat biedt aan de deelkant een oplossing. Maar nu zit ik echt te bedenken, en hoe ga ik dat digitaal tekenen over de bühne krijgen? Heel simpel. Nee, nou, gewoon doen. Nee, wat ik zou doen, je moet... Nou, voor de medewerker niks, want die heeft het liefst het oude... Tuurlijk wel. ...en tekenen, en ze hebben... Je hebt geen printer. En dat is dus even wat ik zit te bedenken, wat gaat het... Nee, ze hebben geen printer, dus is het toch ideaal als ze geen printer hebben? Ja, nee, maar goed, ik zit me echt te bedenken, wat levert het... Gemak en het levert meer voor de organisatie op dan voor die ene persoon. Maar we zijn heel blij dat je hier werkt, maar we moeten aan het organisatiebelang denken, want daarmee kunnen wij onze doelstelling van zorg, wat dan ook, kunnen wij halen. We zien het niet als gemak. Het is ook een bepaalde cultuur om voor de brieven niet terug te sturen. Oh, ik heb het toch niet getekend, dus het geldt voor mij niet. Nee. Alles te maken met cultuur, dat snap ik, maar daardoor is wel iets waar ik heel erg tegenaan loop, waar ik dus echt nu op probeer van, heb je daar dan goede tips en trucs voor? Ja en nee. Nee, omdat het probleem zo diep geworteld zit dat het helemaal niet alleen te maken heeft met jouw oplossing, maar met hele andere dingen in de organisatie. Ja. Het belangrijkste is dat het organisatiebelang iedereen helder is. Ja. En op het moment dat je gaat zeggen, bijvoorbeeld vind ik een mooi voorbeeld, mag ik ook gebruiken. Ik heb Scania als klant. Scania is 53, is de gemiddelde leeftijd. 2 fabrieken, waarvan bijna 30% is ongeletterd. Ja. Ja, die hebben ook nog te maken met mensen uit Macedonië, Montenegro en weet ik veel overal. En die kunnen er ook mee werken. Dus, weet je, 1, probeer ook de verbinding te zoeken, dat zou tip 1 zijn, met andere organisaties. Ja. Vraag gewoon eens, hoe doen jullie dat en heb je tips en tricks? 2, mensen moeten het voordeel gaan zien. En, hele gemene, mag je nooit zeggen dat ik dat heb gezegd, maar dat werkt. En mijn moeder komt uit de zorg, dus daar heb ik het ook geprobeerd. Dat je altijd zegt, ja, mijn moed van de wetgever. Moet je nooit op de mail doen, maar gewoon zeggen. Dat je zegt, ja, we hebben dit echt nodig. We moeten die stappen zetten als organisatie. Kijk, als mensen pertinent niet willen en de kont echt de krip gooien, heb je maar 1 pressiemiddel, dat is een leidinggevende. Dat is gewoon hiërarchie. En op het moment dat die verzaakt, ja, dan is jouw probleem veel groter dan waar wij hier nu met software kunnen praten.
Want je kan de hele wereld automatiseren, maar als mensen niet willen gebruiken, dan houdt het op. Dat is ook echt het grootste. Alleen wat ik vind, en dat bedoel ik dan met rechte rug, zorg er dan voor dat je ook niet alle shit gaat zitten wegpoetsen. Nee. Dan moet je ook gewoon zeggen, jongens, ik ben het hier gewoon niet mee eens, we hebben al besloten dat we dit zouden doen. En als mensen dat niet willen, ja, dan moeten ze hier maar op kantoor die loonstrook komen halen. Stuur hem gewoon niet meer, punt. En laat anders ons dat zeggen. Nee, maar niet deze boodschap, maar wel laat ons alsjeblieft soms een breekijzer zijn. Want meestal lukt het. En ja, niet altijd. U wilde wat vragen. Ja. Je hebt in organisaties soms te maken met mensen die niet bewust niet uit zijn op tijdsbesparing. Ja. Heb je daar nog een bepaalde... Verborgen werkloosheid. Ja. heb je daar ja. een visie op van hoe je daar mee om moet gaan? Alleen wat ik er persoonlijk van vind, dat zou ik voor me houden, maar... Ja. Maar als je kijkt... Nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar strategieën, dat vind ik heel, heel interessant. Sowieso voor iedereen, een boekenleestip. Semler, weet niet iedereen wat ik bedoel? Semler, die heeft een boek geschreven, dat is een Braziliaans bedrijf. En daar hebben ze geen hiërarchie. Geen regels, geen afspraken, je hoeft geen verlof te boeken, je hoeft helemaal niks. Nul. Totale anarchie. Nou, er zitten goede dingen in, er zitten ook dingen in, nou, ik zou het niet doen. Maar een ding wat bijvoorbeeld daarin terugkomt, is als je mensen hebt die totaal niet willen en zichzelf eigenlijk in stand aan het houden zijn. Het enige wat je kan doen, nooit gaan zeggen... Van ja, maar hij doet niks. Of ja, geen idee wat hij hier doet. Of weet je. Maak inzichtelijk wat zo iemand doet. Enig wat je hoeft te doen. Met workflows, zeg maar. Workflows, trek je. Nee, maar ook betrek mensen bij een project. Laat maar zien dan wat die kwaliteiten zijn. Zeg, joh, je hebt al zoveel ervaring. Kun je me eens, je zou me echt onwijs kunnen helpen. Ik zit hiermee vast. Ik denk dat jij dat heel goed kan. Volgende week donderdag. Sorry, ik ben een beetje laat. Maar volgende week donderdag moeten we dat presenteren. Dus heel graag hebben dat we dat samen doen. Beetje flauw. Maar als jij erbij gebaat bent... Kijk, ik vind, dit moet je in een gesprek... Een leidinggevende moet in een gesprek dit afhankelijk maken. Van, joh, heb je nog wel mee zin? Vind je het nog wel leuk? Het valt ons op dat er minder uit je handen komt dan bij een andere medewerker. Maar structureel, ja. Kijk, ik ken een case bij een klant van mij... waar ze letterlijk op een gegeven moment het IP-adres zijn gaan loggen. Om te kijken of iemand de hele dag deed. Nou, die zat 6,5 uur per dag op Facebook. En ik bedoel, hoe wil je... Dat is ook een advocatenkantoor. Maar... ja. Nee, maar ik bedoel... Of je bent de bad guy, zeg maar. Dus dan ga je een beetje op de nare manier ga je het doen. Maar wat heel vaak goed werkt, is inzichtelijk gaan maken wat iemand doet. Wat iemand zijn bijdrage is aan een bepaald proces of aan een bepaald... En ik weet bijvoorbeeld van een onderwijsinstelling, toen ik nog consultant was, die hadden een cockpitwens. Die zeiden gewoon, we willen gewoon zien hoeveel mutaties een medewerker per dag doorvoert. Niet als stok, maar om inzichtelijk te maken hoeveel mutaties doet iemand. Je hebt ook logging natuurlijk in Profit, maar je kan ook gewoon veld gewijzigd of aangemaakt door of wat dan ook. Laat maar gewoon zien. Hoef je niet te publiceren op Insight als algemene cockpit voor de medewerker. Dus dat zou ik niet doen. Maar het is wel interessant als jij dat vermoeden hebt. 1. Om het bewijs te krijgen van je eigen vermoeden. Want misschien is het wel een hele stille kracht en doet hij wel fantastisch goed werk. Dat kan natuurlijk ook. Maar laat alsjeblieft feiten spreken. Dat is veel krachtiger dan een insinuatie of een... En dat vind ik ook belangrijk als je met dit soort projecten aan de gang gaat. Laat feiten spreken. Hoeveel declaraties doe je dan? Ja, 400 of zo. Nee, hoeveel doe je er? Hoeveel heb je de afgelopen jaar gedaan? Ja, dat weet ik niet zo. Nou, misschien kun je dat gaan vragen bij de salarisadministratie. Die rol, zo moet je hem pakken. Dus dan niet maar zeggen, oh, dan doen we maar 400. Wie zegt dat dat zo is? Dus focus op de waarheid. En laat je dus niet in de luren leggen dat iemand zegt, ja, 400 of zo, anders moet je me even bij salarisadministratie vragen. Nee, daarvoor zit je in het project. Ik vind jou belangrijk, jouw domein. Dat wil ik graag van je weten. Nou, daar hebben we het over gehad. Een beetje gas geven. Deze wil ik je nog laten zien. Dit is overigens meteen de meest dramatische sheet. Hè? Mensen die ooit een lesje PowerPoint hebben gehad, dit mag niet. Ja, dus dat moet je nooit doen. Maar anders wist ik niet hoe ik het in zo'n korte tijd moest uitleggen. Dit is mijn 2 jaar studie, wat ik zelf in een sheetje heb gevat. Wat is heel belangrijk nu voor jouw projectje? Om te gaan bepalen welke strategie, communicatiestrategie is het eigenlijk, welke ga je nu gebruiken? Dus wanneer zet je wat in om jouw doel te bereiken? En jouw doel bereiken is het realiseren van projectjes voor de organisatie. En dan denk je, projectjes? Nou, ik ben er anders hartstikke druk mee, je hoeft niet zo denigrerend te doen. Nou, een project moet altijd klein zijn. Altijd. En een project is altijd meetbaar en heeft altijd een einddatum. Altijd. Anders is het geen project. Dan is het een soort ongoing experiment. Ja?
Een hele belangrijke, even makkelijkste voorbeeld is een implementatie. Welke gebruiken we dan? Je hebt een implementatie. Dus jullie gingen van een ander pakket naar ons. Welke denk je dat er dan het meest gebruikt wordt? Laten participeren. En waarom? Zodat ze mee kunnen in het proces en dat daardoor beter begrijpen. Dat is de ideale situatie. Maar dat wil je dus niet. Nou wel, ik zou dat heel graag willen. Maar wat wordt merk je het meest gebruikt? Ja? Ik denk informeren of afdwingen. Is mijn ervaring. Meestal wordt de keuze namelijk top-down gemaakt. Ergens wordt de beslissing gemaakt om met een bepaalde partij software of wat dan ook, of leverancier, al gaat het om toiletrollen, om ergens mee te gaan werken. En vervolgens is het een boodschap eigenlijk voor de rest. En dan is het maar hoe de rest zich eraan aanpast. Dan is het toch juist een business case? Ja, dat nee, maar je moet altijd een business case maken. Alleen vaak ga je merken dat mensen dingen afdwingen. En afdwingen is goud. Dus als je bijvoorbeeld declaraties hebt, zou ik zeggen afdwingen. Gewoon zeggen, joh, declaratie op papier verwerken we niet meer. Punt. Weet je, die mensen, waarom kun je afdwingen gebruiken? Omdat degene die de declaratie instuurt een groter belang heeft dan jij. Anders krijgt hij zijn poen niet. Daar zijn mensen over het algemeen vrij gevoelig voor. Kijk, op het moment dat je gaat zeggen laten participeren, dat is heel mooi, maar dat is heel Nederlands. Want dan gaan we lekker polderen. Dan krijgen we een oplossing van allemaal wat. Dan krijg je dus workflows die je op A3 moet gaan printen. Dat ga je krijgen. En allemaal eilandjes en als dan en moeilijke dingen. Wordt jouw eigen werk, als het goed is, niet heel veel leuker van. Helpen ondersteunen, dat is een hele, hele, hele goede. Want, wat doe je? Je kweekt commitment, betrokkenheid van mensen. Want je gaat ze echt helpen. Heb je alleen een organisatie met 140 vestigingen, wordt dit enorm uitdagend. Een mooi voorbeeld vind ik wel, Hoogvliet. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel vestigingen ze hebben. Volgens mij in de 50 ergens. Maar daar is hun beste HR-man alle vestigingen langs geweest. En heeft al die managers laten zien hoe de 3 vitale processen werken. Enorm krachtig. Want daarna, 1, niemand kan me zeiken. Je kan niet zeggen, ja, ik snap het niet, het is me niet uitgelegd. Oh, dat is heel gek, want ik zat naast je. Ja? Maar zo moet je dus wel gaan redeneren. Dus ook als jij je business case gaat maken, hoeveel tijd heb je ergens voor nodig? Dus je moet kijken wat bij je organisatie past. Laten ze participeren is een goede als je eigenlijk niet zo heel goed nog weet wat de uitvraag is. Dus stel, jij wist geen fluit van declaraties. Dan had je kunnen zeggen van, nou, oké, ik moet dus heel veel informatie nog gaan halen in de organisatie. Ik moet gewoon heel veel dingen weten, want ik weet zelf niet, de AVG of een GDPR, dat soort die dingen. Dat is vaak laten participeren, is heel belangrijk. Mensen zich gehoord voelen, willen ze bij je horen, gaan ze meedoen. Ja? Nou, voor de rest, ja, informeren, kennis delen, dat is een hele mooie. Maar dan moet je eigenlijk altijd wel een beetje blijven doen. Maar je ziet dat het meeste wordt gebruikt afdwingen. Dat is toch echt waar? Het mooiste is eigenlijk helpen en ondersteunen. En anders laten participeren. Maar hoe zie je dat stukje afdwingen en dan met name nadelen, beheersbaarheid en lange termijn? Ja. Oké, nou, lange termijn komt ook na afdwingen, hoe je het ook implementeert, eigenlijk altijd neer op dit hadden we veel eerder moeten doen. Dus lange termijn, pink. En beheersbaarheid, als je het afdwingt. Ja, maar dit is een lange termijn relatie, hè? Dus als ik tegen jou zeg van, ja, zo gaan we het nu eenmaal doen, jongen. Ik vind het een prachtig initiatief, maar dit zo gaan we het doen. Dan denk jij, weet je wat een lul. Dat denk je. Dus als ik dan na 4 maanden weer bij jou kom, of 5 maanden. Als je na 4 maanden komt en je had gelijk, dan zou ik zeggen, je vond je lul, maar je had gelijk. Ja, alleen een nadeel kan dus zijn de lange termijn relatie. Want er zijn gewoon heel veel mensen die niet deze karaktereigenschap hebben. Dus er zijn heel veel mensen die dan gewoon denken, en ik heb dat zelf ervaren toen ik hier ook met opleidingen startte, was ook niet iedereen fan van. Nee. We zijn toch een softwarehuis, maar vandaag de dag hebben we in 4 jaar tijd toch 11.000 van jullie die het wel heel interessant vinden. En dat is voor mij veel belangrijker. Maar je jaagt je soms mensen in het harnas. En de beheersbaarheid is meer dat je vaak een hele kleine scope maar krijgt. Dus wat is uiteindelijk... Ja, maar dit is bijvoorbeeld mijn grootste irritatiepunt bij vaak hele grote klanten. Waarom? Daar is toch afgedwongen vanuit een kostenbesparingsoogpunt. En dan kunnen ze gewoon heel makkelijk zeggen, we zitten bijvoorbeeld voor mijzelf sprekende. Boscalis, zit hier iemand bij? Nee, hè? Nou, Boscalis was destijds toen projectleidersklant van mij. Wij zaten daar helemaal in het proces, we hadden een offerte neergelegd. En we dachten, oh nee, als we maar winnen, oh nee, we moeten hier aan de slag, blablabla. Vervolgens, binnen een week, zeiden ze, oh, dat is goed. Dus wij dachten, huh?
We hadden over 3 weken of zo allemaal lijsten en shit en dingen en demo's en alles gedaan. Wat bleek nou? De partij waar wij in concurrentie waren, vroeg 1,2 miljoen euro. Ja, maar dat was hun wereld. Dus zij keken puur naar kostenbesparing. Wat was het gevolg ervan? Dat zij wel pas na 1,5 jaar of zo, hadden zij puur en alleen een loonstrook. Maar dat was voor hun al winst. Want ze betaalden zeg maar 1 miljoen. En nu betaalden ze, nou ik weet echt niet meer, maar ergens rond 150.000. En ze hadden allebei een loonstrook. Dus voor hun was het een project mega geslaagd. Ja. Alleen wij dachten, ja, alleen een loonstrook. Dat is wel een hele dure rekenmachine. Ja, toch? Maar ga maar eens nu voor je eigen organisatie nadenken wat je maar echt gebruikt. Wat je echt gebruikt. En daarom ben ik heel blij met succesmanagement. En met ook mensen zoals jullie die de moeite nemen om zich wel te willen verdiepen erin. Want daar zit uiteindelijk zit de uitdaging in. Je wilt uiteindelijk dat je meer rendement gaat halen op jouw niveau, op jouw tempo, voor jouw organisatie. Maar je moet blijven ontwikkelen. Ik sprak iemand beneden die zei, nou nee, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het staat nu gewoon, heeft geen onderhoud nodig. Ja, dan denk ik alleen maar, oh nee. Want dan weet ik nu over een jaar is de bende. Je moet er continu mee bezig zijn. Even gas geven, anders heb je helemaal geen borrel meer. Die ga ik even overslaan. Die ga ik ook overslaan. Kijk, ik heb veel te veel. Kijk, zoiets moet je maken. Dus dat je nu denkt, jaarplanner en business case. Oh, wat moeilijk en wat groot en wat... En onzin. Moet op 1 sheetje kunnen. En dit is hoe ik het vaak in de praktijk zie en toepas. Dus het is niet de absolute waarheid of zo. Maar wat voor in elk geval een groot deel van mijn klanten goed werkt. Dus je ziet ook, januari tot maart, kwartaal 1, geen grote verhalen, geen grote verhalen, geen grote projecten. Oh, we moeten dit, we moeten dat. Nee, quick wins. En die uitvergroten. Hé, we hebben toch even die declaratie. Je had helemaal gelijk. We moeten inderdaad declaraties onder de 5 euro is onzin als we daar nog mensen naar laten kijken. Beste leidinggevende, die keuren we automatisch goed. En dat scheelt 311 declaraties per jaar. Lekker. Dan krijg je fans. Dan krijg je mensen die denken, ja, nou, zijn er lekker mee bezig. Zijn er lekker mee bezig. Zorg dat je altijd de juiste kennis hebt. Altijd, want anders dan ben je weg natuurlijk. Als zij al aan jou merken van oeh, die workflow, nou snapt hij of zij het zelf wel, dan ga je. Kijk, wij komen natuurlijk in zeg maar mei met de AFS Open. Nou, dan kun je heel erg als ambitie hebben, open juni willen we de hele bende erin hebben zitten. Maar vaak is dat niet realistisch. Wat interessanter is om nu al uit een roadmap eigenlijk te gaan kijken van hé, wat zou voor ons, pak er 1, misschien 2, voor ons een hele grote kans zijn. En diep die helemaal uit. Dus op een gegeven moment volgens mij zei jij dat, over after sales zeg maar, hè, zorg dat het helemaal af is, helemaal rond is. Dat bepaalt jouw succes en jouw positie in de organisatie. Als jij zegt, het project is af, maar mensen voelen dat niet zo, dan is het altijd een 7. Maar maak het nou helemaal af. Dus ook al heeft iedereen nog gezegd, nee, de declaratie werkt lekker, nee, ik ben hartstikke blij mee. Doe toch nog eens een keer na 2 maanden. Hey jongens, we hebben weer wat wijzigingen doorgevoerd. Boeien of je dat hebt gedaan. Dus ik ben even heel benieuwd, want we vinden jullie mening heel belangrijk. Dan zeggen mensen, oh, ik heb niks gemerkt van die wijzigingen. Nee, ik ben nog steeds heel tevreden. Dan denk je, nou, top, klopt, want ik heb ook niks gewijzigd. Maar het is toch lekker. Maar daarmee kun je dingen borgen. Fotootje van zo iemand erbij met een quoteje in je nieuwsbrief. Dat is het. Jullie moeten absoluut een deeltje marketing in je hebben. Wil je sneller blijven maken. Deze vind ik heel belangrijk. Dit vind ik namelijk je werk. Dus bekijk hem even rustig. Als je nu denkt van, hé, mijn percentages liggen toch heel anders. Ik denk dat 60%, laten we geen illusie hebben, 60% is handjes. En dat doe ik jullie allemaal veel te kort door. Maar dan bedoel ik gewoon feitelijk inrichten, achter de knoppen, optimaliseren, et cetera. Maar deze, vuurbrandend houden, die is onwijs belangrijk. Onwijs. Je moet mensen in beweging houden. Dus heb je iemand in een projectgroepje gehad? Weet je, mensen worden implementatiemoe. Dus blijf ze nou niet van project naar project naar project slepen. Maar pak eens 2 nieuwe erbij en 2 laat je zitten. 3 nieuwe erbij, 1 laat je zitten. Ga daar gewoon slim mee om. Heb jij helemaal geen mensen nodig eigenlijk in je projectgroep, omdat je zelf heel goed weet wat je moet doen, maak toch een projectgroep. Alleen ga er maar 3 keer zitten in plaats van 7 keer. Ja? Vier dus ook succesjes. Maak een foto, eet een taart, een krentenbol, maakt mij niet uit wat je doet. Maar maak er iets van. Maak het leuk en maak jezelf benaderbaar. En durf ook te experimenteren. Durf ook dingetjes in te richten dat je eigenlijk denkt, ja, zou het goed gaan? Gewoon doen. Gewoon proberen. En niet in je live meteen, dat zou ik niet doen. Maar kijk eens bijvoorbeeld, hè, maak bijvoorbeeld eens qua look en feel. Ga gewoon eens kijken, hey, we willen nu eigenlijk dit doen, beste leidinggevende, stel we doen het zo, zou het werken?
krijg misschien hele waardevolle feedback. Of stuur dat dan eens naar 5, 6 mensen in je organisatie. Je zegt, joh, ik weet dat je er altijd heel positief in zit. Hè? Kan die ook niet meer zeuren. Zeg je ook, ik weet dat je er heel positief in zit. Zou je eens willen kijken? We spelen met dit idee. Je moet mensen gaan betrekken. Als je dat niet doet, moet jij beuken, sleuren, trekken. Nou, deze ga ik even gas geven. Die weten jullie allemaal wel. Dit is het belangrijkste. Of belangrijkste. In een notendop, zorg voor laaghangend vooruit. Zorg voor quick wins. Dingen die je snel kan realiseren, die snel een resultaat geven. En een lekker gevoel is ook een goed resultaat. Ga niet meehuilen. Dus als je op een gegeven moment in een projectgroep zit en 300 is negatief en jij niet, ga dan niet zeggen, nee, maar ik vind het ook heel moeilijk. En Dirk, ja, dat is ook geen leuke fan. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Ja, dan wordt je eigen dag niet leuker van en die van de ander helemaal niet. Dat een foto van mij te maken. Ja, dat gebeurt me niet elke dag, dus daar geniet ik van zo'n moment. Doe zoveel mogelijk zelf. Waarom? Daarmee word jij autoriteit. Ik ken te veel voorbeelden waar alles maar wordt ingehuurd. Waardoor de beheerder dan vervolgens zegt van ja, ik moet dat zo trekken en sleuren. Mensen, ja, die geloven me niet altijd in wat ik zeg. Nee, omdat die zien dat je elke week een heel bataljon andere mensen naar binnen fietst. Positioneer jezelf goed, recht de rug. En ga echt communiceren. Enorme dooddoener. Maar tips van een blad, een videootje, een leuke blog van jezelf. Op de startpagina, gewoon tijdelijk in de... Je kan ook tijdelijke headers maken. Maak gewoon een tijdelijke header. Zeg gewoon, die zet ik er een maand in. Dan zeg je, wat is jouw naam? Stephanie. We hebben de week van Stephanie. Stel nu al je vragen over het beheer van onze applicatie aan Stephanie. Netjes een workflowtje, komen bij jou binnen en je krijgt al zoveel waardevolle feedback. Misschien krijg je helemaal niks. Heb je het geprobeerd? Heb je alleen in paint.net een bannetje moeten maken? Ja. Nee, maar echt, daar zit het in. Heb je een gouden tip? Nee. Mensen bij betrekken en slim werken. Ga niet trekken aan een dood paard. Snelle resultaten en vergroot ze uit. Dus niet jokken, maar wel goed laten zien wat je doet. Makkelijkste voorbeeld vind ik, maak een cockpit. Gewoon een draaitabelletje, heel eenvoudig. Mag voor mij zelfs met harde waarden in Excel, boeit me niet. Maar zet gewoon neer, 3 hoofdprojecten, daar vallen deze deelprojecten onder. Daar heb ik zoveel uur voor nodig, verwacht ik. Daar heb ik er al zoveel aan gewerkt. En vanaf juni ga ik aan de gang met de handtekening. Daar heb ik 16 uur voor nodig. Plus 18 uur inloopsessies, plus weet ik veel wat. Maar maak transparant wat je doet en wanneer je dat doet. Cool. Vragenrondje? En dan moeten jullie aan de borrel. Of moeten, dat klinkt ook lekker trouwens. Hè? Moeten jullie aan de borrel. Ik had nog wel een vraag, gewoon misschien een beetje buiten dit om hoor. Maar wij struggelen een beetje met het overgaan naar avonds online. En nou weet ik dat het volgend jaar moet. Ik heb net gehoord. Knalt het er dan helemaal uit? Gewoon de profit, zeg maar, als je niet ook gaat naar online? Nou. Want ik krijg mijn directie niet zitten. Nee, daar ben ik heel benieuwd. Ja, maar daar ben ik heel benieuwd wat de redenen zijn. Dat is nu niet helemaal voor nu, maar dan zoeken we elkaar zo meteen wel even op. Nee, het is wel zo dat wij inderdaad ook steeds meer functionaliteit al jarenlang alleen voor avonds online maken. Waarom? Wij kunnen dan bepaalde vormen van kwaliteit en veiligheid en allerlei voordelen kunnen wij garanderen. Op het moment dat wij dat niet kunnen, ja, dan krijgen we een uitdaging. En wij hebben zelf, om eens even volledig open kaart, we hebben op een gegeven moment ook een klein product voor ZZP of een man-vrouw bedrijf, zeg maar. Hebben wij small business. Heet dat, een soort uitgeklede variant. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, wij kappen gewoon per direct, die mensen hadden echt geen keus. We hebben gewoon gezegd, over 3 maanden of over 4 maanden is alles avonds online, punt. Dus je mag of nu opzeggen per direct. Of je gaat met een grote korting over naar avonds online. Vervolgens hebben we afdwingen, precies, die techniek. Maar dat kwam, we hadden zoveel gedoe, ook op support, ook bij consultancy. Bij bedrijven die misschien €400 per jaar betaalden. Maar waar dus een consultancydag waanzinnig duur voor is. En ze dat dus niet zo heel snel zullen doen. Maar zij zelf niet die techniek konden beheersen. En niet de veiligheid en dat soort dingen. Toen hebben wij op een gegeven moment gezegd, we moeten dit doen. Toen hebben we die overstap gezet. Ja, betreuren we nog steeds. Dan zijn ook mensen die hebben gezegd, nee, maar dan ga ik weg. Dan zoek ik een andere oplossing. Nou, dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Want je wil het niet afdwingen. Maar we willen wel mensen meegeven van de tijd, zeg maar, van een eigen server en dat soort dingen. Dat is wel een beetje geweest. En kijk, ik heb ook nog een klant. Die heeft goed een jaar geleden voor meer dan €300.000 volgens mij.
dus een heel infrastructuur ding en alles neer laten zetten, omdat ze ook in het buitenland zitten, weet ik veel wat. Ja, die zegt ook, ja, ik wil het eigenlijk eerder even afschrijven, voordat ik nu weer ga investeren. Maar het zijn allemaal dingen waar we over kunnen praten. Maar ik zou heel benieuwd zijn waar hun angst zit. Maar het is niet zo dat wij ineens zeggen, oh, je bent niet overgestapt, pof. Allemaal zwarte schermen. Ja. Maar waar ik ook weer niet het signaal mee wil geven, oh, boeien, dan doen we niks. Nee, ik wou net zeggen, ik had liever andersom geworden. Dus nee. Nou, waar je rekening mee moet houden, weet ik niet, maar dat verwacht ik, AFAS een beetje kennende. Is hetzelfde als mensen die heel langdurig hun facturen niet betalen. Gelukkig hebben we daar heel weinig van. Maar we hebben soms bedrijven die zonder reden, en want als je een reden hebt, kun je altijd over praten, maar zonder reden gewoon maandenlang niet betalen. Dan zetten wij de licentie dicht. Dus dan krijgt iedereen die zijn computer opstart van, joh, licentie staat dicht, je moet eens betalen. Nou, dat wil je je medewerkers ook niet aandoen. Maar hoe we dat gaan doen, weet ik niet. Maak je daar niet te druk om, maar blijf alsjeblieft met ons in gesprek wat dan de argumenten zijn om het wel of niet te doen. Kunnen jullie iets mee? Of had je echt zoiets van zonde van mijn tijd? Is dat? Oké. Okay. Weet ook hè, dat we dit in een uitgebreide vorm graag ook in een persoonlijke afspraak vatten. Dus we staan beneden, succesmanagement. Als je de trap afkomt, links. Oh wacht, dan moet ik natuurlijk doorklikken, want daar heb ik netjes een plaat van. Kijk. Dus daar staan wij. Dus hier heb je de trap, kom je allemaal netjes naar beneden, staan we daar. Mocht je dat nou willen, laat ons gewoon weten. Dan help je nog beter in detail. Ja? Nou, thanks voor vandaag in ieder geval. Woehoe.